Dat heb je hiermee te maken als jij een tegenligger hebt. Een smal stukje. En waarom rijden wij nou hier? Hier zijn twee hobbeltjes en de parallelstraat is er maar één hobbeltje. En dit zijn vervelende hobbeltjes. Dus even kijken of jij richting aan gaat geven. Ja, jij geeft richting aan. Helemaal goed. Perfecto. Dan moet je daar weer richting aan geven, maar niet te vroeg. Anders denken de mensen dat je hier rechtsaf gaat. En dat is niet zo. Maar je geeft helemaal niets aan nu. Ben jij wat vergeten? Want het is hier één richtingsverkeer, dus dan hoef je zeker geen richting aan te geven. Nou, wel degelijk wel. Kijk, je weet het al. Helemaal goed. Precies, nou hier lekker weer file rijden. Ook leuk. Even wachten hier in de file. Dat is leuk om in de file te wachten. Denk je om je afstand en denk je om mijn afstand? Nou nee. Jij kan niet aan mijn afstand denken. Voethangertjes hier mogen oversteken, daar komt wel niemand. Dat is helemaal goed. Dan vol gas er vandoor met 50 kilometer in een heel uur. Dat is 100 kilometer per 2 uur. Gemiddeld. Maar je mag niet harder dan 50 kilometer per uur. Gemiddeld. Maar als je nou op een weg rijdt waar je 120 mag en je rijdt daar 50, mag dat? Ja, als er file is, dan zou ik wat minder snel gaan rijden, ja. Niet harder dan je voorganger, anders rijd je er tegenaan. En dat wil je niet. Want de kosten daarvan zijn nogal hoog om het te laten repareren. Wat gaan wij nu doen? Rechtdoor, rechtsaf, linksaf. Zo te zien gaan wij hier de rotonde om. Maar toen, rechtsaf de rotonde af. Geen fietsertjes, geen voetgangertjes, helemaal goed. Lekker doorrijden. Ja, daar weer iemand die gaat remmen. Waarom moet hier geremd worden? Is nergens voor nodig. Gewoon lekker doorrijden. Dan iedereen snel naar huis. Maar nee, dat is te moeilijk. Ja, nog even extra remmen. Want hier is iemand aan het inparkeren die ook naar huis wil. Dus ja. Maar waar dat is, ik weet het niet. Want je hebt trein in Delft, één in Voorburg, één in Den Haag en misschien ook nog wel in Rotterdam of Utrecht. Wie zal het zeggen? En natuurlijk moet hier weer geremd worden. Dus dan geef ik gewoon gas terug. Jij gaat remmen. Ja, dat mag ook. Want iedereen wil daar inparkeren, want ze willen naar huis. Als ze nou gewoon wat eerder naar huis gaan, dan hoeven wij niet te remmen. Want dan ben je al thuis. Maar inparkeren is moeilijk. Zeker als er auto's achter je staan die ook aan het remmen moeten. En de parkeerplaats is net iets te krap om makkelijk te parkeren. Dus dan moet je een paar keer heen en weer steken. En hier staat een stukje afgekruist, dus dan mag je helemaal niet parkeren. Dus ja, dan moet je er weer uit. En ergens anders parkeren voordat je naar huis mag. Dus ja. Voor iedereen die naar huis gaat, wel thuis en smakelijk eten alvast. Denk ik toch. Ja, tenzij het natuurlijk
spruitjes met witlofsaus is. Want dat is niet lekker. Tenzij je van spruitjes met witlofsaus houdt. Dan is het weer wel lekker. Een spookfietsertje. Wat doen we daaraan? Nou, helemaal niets. Hoppatee. En dan neemt die bocht wel een beetje ruim. Maar goed, het is hier ook een tramrails. En weer iemand die achteruit gaat rijden. Op de kruising. Mag dat? Nee, maar toch doen. Hier weer voor het groene licht gaan remmen. Ja, dan wordt het gauw oranje en rood. Dan kan je pas remmen, ja. Hij remt heel netjes gelijkmatig. Ik ben weer trots op je. Dus ja, voor degenen die het nog niet weten, het is donker buiten. Dus ik heb mijn lichten aangedaan. En Karin natuurlijk ook. Want die wel wat kunnen zien in het donker. Ja, want stel je hebt die lichten uit, dan kan je niet zien of het verkeerslicht op rood staat of niet. Of begrijp ik daar nou iets niet van? Ja, ja, maar een verkeerslicht is ook een licht. Dus ja, dan kan het niet zijn dat het verkeerslicht zo bel is dat je daardoor verblind wordt. Dus als je nou je licht aandoet, dan geef je wat tegenlicht. En dan word je niet meer verblind. Of klopt mijn logica daar niet in? Wie zal het zeggen? Ja. Nou goed. Achter mij staat een brommer. En rechts van mij reed net een scooter over het fietspad. Want die mogen wel door, want die hebben nu groen. We hebben ook groen, dus we mogen ook weer gaan rijden. Dat is fijn. Dan kunnen we snel naar huis. Maar dat kan helaas niet, want moeder is niet thuis. Nog langer niet. Ja, dus daarom gaan wij ook niet naar huis. Dus ja, Waar gaan wij dan wel naartoe? Nou, Immergrade Aus wordt er wel eens gezegd. Ja, als je af gaat slaan, dan is het niet meer Immergrade Aus. Nee. Dus dan gaan we hier links en dan Immergrade Aus. Tot we weer gaan afslaan natuurlijk. Juist. Dat zou leuk zijn. Wat zou er gebeuren als je Immergrade Aus gaat rijden? Dus als er een bocht in de weg is, niks van aantrekken, gewoon Immergrade Aus. Ja, Ja, die rode lichten zijn wel vervelend. Want dan moet je zo weer lang wachten. Zijn die niet te koop dat ze gewoon daar mooi groen licht overal in kunnen maken? Dat iedereen gewoon lekker door kan rijden. Nou goed, alle gekheid op een stokje. We gaan gewoon lekker rijden. Dus ja. Groen licht, dat is beter. Rechtsaf, oké, juist. Want dat is groen, daar hou ik wel van. Groene doorrijlicht. En rode stoplichten. Dat schiet niet echt op. Gaan we hier linksaf? Oké, wij gaan linksaf. Maar daar is het licht weer rood. Dus dan moet je weer wachten. Juist. Ja, spannend hoor. Ja, het is waarschijnlijk een stukje snelweg. Daar hou jij wel van. Met leuke vrachtwagens op de snelweg. Die je van links en of van rechts willen passeren. Dat vind jij bijzonder interessant en spannend.
Juist. Lekker een beetje dichterop zitten. Dan kan je een beetje doorrijden, want je houdt van doorrijden. Ja, en ik ben een beetje stemincapaciteit, hoe dat incapacitated. Dus daarom klink ik een beetje schorrig. Maar dat geeft niet. Ik hoop dat het bijtrekt. Ik ga hier vast invoegen. Want deze man die rijdt niet door. Die gaat extra langzaam rijden. Dan ga ik er lekker langs. Huppatee. Kijk. Ach, mijn heertje in de auto. Dan ga ik hier weer naar rechts. Achter jou aan. Je wilt 60 rijden hier op een 100 km per uur, echt? Dat schiet natuurlijk niet op. Dan kan je beter een verkeerslicht neerzetten. Kan deze man daar lekker wachten. En de rest kan doorrijden. Ja. En waarom ben je aan het slingeren? Van links naar rechts, van voor naar achter. Ja, we hebben ook iets dagelijks. Van voor naar achter, van links naar rechts. Ja, dat zou zijn het liedje, dacht ik. Juist. De Cat Helplijn. Via de A12, via de A13 en via de A16. Er zijn natuurlijk auto's van rechts die naar links willen. En auto's van links die naar rechts willen. Dus ja. Maar geen vrachtwagens. Heb jij even mazzel? Ga jij via Utrecht rijden? Via Amsterdam? Of via Rotterdam? Juist. Mag je hier rechts inhalen? Nee, dat mag niet. Maar toch doen. Het laatste moment zeker rechts. Of blijven we rechtdoor richting Amsterdam gaan. Kijk, helemaal goed. Lekker richting Amsterdam. Geen maat. Dit heb je nog niet gereden volgens mij. Nee. Gardienstadion. Ja, ja. Kampsnelheid maken helemaal goed. 100 km per uur maximaal. Dus even de vraag of jij naar rechts wil. Ja, inderdaad. 100 km per uur, maar je rijdt te hard voor mijn doen. Dus dan hou ik ietsje meer afstand van jou. Kijk, links is al een vrachtwagen. Maar die rijdt te langzaam. Dat is jammer. Moet je je richting aangeven? Jazeker. Kijk aan. Helemaal goed. Dan ga ik weer remmen. Oké. Wel. Help, mijn stem een beetje bijtrekt. Zou wat fijner zijn. Pak je dan de uiterst rechterbaan, de middelbaan of de linkerbaan om naar rechts te kunnen gaan? Hij gaat naar links, oké. En ik kan ook naar links, huppatee. Huppatee, dat is een beetje last minute. Maar goed, dat geeft niet. Een beetje vreemd rijden nu. Maar dat is niet erg, want jij moet nog leren te rijden. Helemaal goed. En hier rechtsaf, oké. Toevallig naar het tankstation. De brandstof is hier wel duur.
meer dan 1,5 euro per 1,2 liter. Ja. Maar goed, literprijs is 1,479 voor euro. 1,479 voor Supreme. En 1,149 voor diesel. Juist. Even kijken, jij gaat enorm hoog ver die bocht om. Ja, ja. Dan gaan we zeker naar de rotonde toe. Hier is PostNL. Oké. Wat hebben we daar? Een rotonde. Zeker rechtsaf en dan weer naar links de snelweg op. Maar nee, want jij geeft niks aan. Dat betekent dus dat jij of rechtdoor gaat, of jij gaat afslaan hier. Naar links, 3/4 rotonde. Dus dan moet je hier bij deze afslag rechts aangeven. Helemaal goed. Ja, en ik heb een fiets. Voor ik moet wachten. Maar goed, die is zo snel weg dat ik verder geen last van heb. Wat is dit voor een verkeersbord? Verboden voor voetgangers. Ja, maar als je nou pech hebt met de auto en je moet uitstappen, dan ben je ineens ook een voetganger geworden. Juist. Dus dan krijg je een bon omdat je daar niet mag staan. En omdat je als voetganger daar komt. Gaan we hier rechtsaf? Oké, dat is een nieuw. Geen fietsertjes, voetgangertjes of anderszins? Nou, wel anderszins. Is het... Jij neemt die bocht wel heel ruim nu. Ja, ja. Waar zijn we nu aangekomen? Gaan we hier per straatje keren, parkeren of wat? Hoe wil je hier linksaf gaan als er niet rechtsaf gegaan kan worden? Wat gaan wij daar doen? Ik heb geen idee. Het zal vast wel goed zijn. Want je gaat hier over de parkeerplaatsen rijden. Wat gaan wij daar doen? Draai, oké. Heb je dat ook een keer gedaan? Dan draai ik er wel achter. Maar dan moet je wel goed rechts houden. Kijk uit meteen. Hier weer naar links, oké. Dat wordt steeds leuker nu. Je gaat ergens naartoe waar je nog niet geweest bent, gaat draaien en gaat dan weer terug. En dan rechts, oké. Een beetje ruim die bocht nemen. Maar goed. Jij moet nog leren. Bochten wat minder ruimte nemen. De bocht naar links mag je ruim nemen. De rechtbocht naar rechts zo krap mogelijk. Ja, ja. Wie heeft ooit van een brandstof CNG gehoord? Ik niet. Nou ja, we komen er wel achter wat dat is. Wel van LPG gehoord. Liquid petrol gas. Maar ja. Het is hier te koop als je CNG wilt hebben. En niet heel duur. Wel goedkoper dan benzine. En waarom rijd je hier zo langzaam? Want je mag hier 50. Je rijdt langzamer dan 50. Oh, een vrachtwagen. Aha,
eentje die van links komt. En die gaat rechtsaf. Dat is wel jammer. Rotonde rechtdoor zeker, want je geeft niks aan. Het kan ook zijn dat je op de rotonde pas aan gaat geven als je drie kwart rond bent. Maar nee, je gaat hier af. Oké, helemaal goed. En weer die bocht ruim nemen. Ja, ja. Helemaal mooi. Achter die vrachtwagen. Maar helaas. Je moet wachten voor iemand die gaat te wachten voor het rode licht. Dat kan ook. Het zou handig zijn als je een apparaatje in je auto hebt dat jouw lichten allemaal op groen komen te staan op het moment dat je er aankomt. En dat andere kruisende verkeer op rood. Kijk, een vrachtwagen aan je linkerkant. Helemaal goed. Juist. Je blijft die bocht nemen, ja. Helemaal goed. Juist, juist, juist. Waar zijn we nu? In Voorburg, Rijswijk of iets dergelijks? Ik weet het even niet. En weer een fraaie vrachtwagen hier. Je favoriet. Heel donkergroen denk ik toch. Deze caddy. Zoals jij dat altijd placht te noemen, ging wel door rood. Want die reed achter mij. Hier zijn wegwerkzaamheden, dus dan mag je maximaal 30. Maar ik zie geen werkzaamheden. Dus dan rijd ik lekker achter jou aan. Gelukkig is het licht nog groen. Lekker doorrijden. Maar ja, daar niet meer, want daar zijn ze aan het traag rijden. Ja, want doorrijden is klaarblijkelijk te moeilijk. Lekker met z'n allen achter elkaar rijden en niet doorrijden. Ja, want als de voorste gaat remmen, dan moet degene die erachter zitten ook remmen, anders zit ze er tegenaan. Hier stoute fietsertjes. Ja, die hebben geen voorrang, maar die gaan toch doorrijden. Dat is niet handig. Dat geeft zo'n troep als je er tegenaan moet rijden. Dat vergeet ze dan even. Kijk, die schade aan de fiets is gedekt. Maar ja, dan zit je met al dat troep op je ruit. Hoe moet je daarvan afkomen? En waarom rijd je zo hard? Het is nog steeds bij bouwde kom, nog steeds 50. Dus dat scheelt weer. Helemaal goed. Kijk. Is er iemand die ertussen wil sneaken? Nee? Mooi. Dan blijf ik lekker achter jou aan tuffen. Helemaal netjes op tijd aangegeven. Juist. Mijn fietsertjes, niks, mooi. Huppatee. Kom maar, een 30 kilometer gebied. Maximaal 5 minuten parkeren hier, denk erom. We houden de klok erbij op gelijk zetten. Airco wat harder zetten. Misschien helpt dat wel. Of
op, anders zat het raam een stukje over. Oh, ze heeft de verwarming helemaal vol opengezet natuurlijk. Ja, dan kan je wat minder zetten, maar dat helpt niet. Raam open, dat helpt wel, geloof ik. Kijk. Mag je 20 rijden, 30 kilometer zone? Ja, dat mag, als je het overige verkeer maar niet hindert. Ik een raampje openzetten, zo, kijk. Of dat beter is, ik hoop het. Ja, denk het wel. Ja, en eindelijk mijn stem weer terug. Dat had even gescheeld, ja. En nu, stop. Moet ik jou even gaan miepen of wat? Nee, niet achteruit rijden. Kom. Oh, stil blijven staan. Zeker als er fietsertjes aankomen. Huppatee. Want je kan het hier niet goed zien. Wat een constructie hier. Wat gaan wij doen hier? Langzaamaan actie houden. Oké. Dan zet ik hem in een lagere versnelling. Jij hoeft niet in een lagere versnelling te zetten. Dat doet de auto wel voor je. Je ziet van nou, je rijdt te langzaam, dus dan zet ik hem wat langer in een lagere versnelling. Ja, ja. Een tegenligger. Mooie felle lampjes. Denk aan onze kinderen, want zij denken niet aan u. Juist. Nog meer tegenliggers, oké. Dit is wel een pretstraatje om te rijden met al die heuveltjes erin. Verkeersdrempels, zoals dat officieel heet. Andere mensen noemen het Vanessa die in de weg ligt. En weer een stop. Want er kunnen fietsertjes van links en van rechts komen. Juist. Dan mag ik weer door. Scheelt weer. Haha. Wat is dit hier? Een hoogwerker of wat? Iemand die iets komt laden of lossen. Kunnen die lampen wat minder fel? Dankjewel. Nou, je bent aan het... Hoe heet het? Vuilnis ophalen of iets dergelijks.
niet meer stoppen. Man, wat een lucht. Fietsertjes, fietsertjes, nee, mooi. Het is jammer. De zijkant hebben versperd. Rechtsaf, linksaf of rechtdoor? Nou, rechtsaf, helemaal goed. Juist. Ben het ook weer gehaald, dit rutsstraatje. Verkeerslicht. En nog een drempel ook. Ja, ja. En nu neem je de bocht wel heel netjes. Dat is goed, maar waar gaan wij nu naartoe? En dan lekker doorrijden inmiddels. Daar hou ik wel van. Den Haag Centrum, Drievliet, snelweg. Ik wil ook naar Rijswijk gaan. Richting Rijswijk. Ook goed. En je mag door. Gas erop, zoals jij dat altijd tegen mij zei. Zegt. Nou, een beetje het raam weer open doen dan. Gas. Maar dat doe je niet. En nu? Rechtdoor, rechtsaf. Nee, ja, toch rechtsaf. Nee, niet rechtsaf. Oké, dan niet. Rechtdoor is goed, dan mag je doorrijden. Dat is wel zo handig. Juist. Ja, weer oranje. En rood. Kijk. Gaan wij nu naar Rijswijk Centrum? Wat nu weer? Dat je daar moet invoegen, zeker. Juist, maar nou zit er weer iemand tussen. En die blijft daar waarschijnlijk ondertussen plakken. Dat is niet handig. En nog iemand, die komt ernaast staan, die wil er ook zeker tussen. Nou. Dat vind ik niet helemaal denderend. Maar goed, misschien is die eerder weg en gaat die voor je rijden. Dat zou wel heel mooi zijn. En hier nog iemand erachter. Ja, rijden maar. Ja, die gaat er ook tussen. Fraai is dat. Nou weet ik niet waar je naartoe gaat. Geeft rechts aan. Mooi. Dan ik ook naar rechts. Kijk. Dan ben ik weer achter jou. Geen fietsertjes hier. Nee. Mooi zo. Helemaal ronddraaien. Dat is een interessante.
wel netjes die bocht zo genomen. Gelukkig ben je lager dan 3,8 meter, anders pas je er niet onderdoor. Waar gaan we nu weer heen? Weer die poespasstraatjes zeker. Voorrangsweg, daar hou ik wel van. Zeker als ik er zelf op zit te rijden met de wagen. Nee, dit snap ik niet, dat verkeersbord, want de voorrangsweg is kruisend links. Dat is echt een onbelangrijke zijstraat en je hebt gewoon voorrang, dus dan mag je rechtdoor. Maar er is geen rechtdoor. Dus dat is verwarrend. Pizzatjes? Nee, mooi zo. Helemaal goed. Misschien dat je last hebt van het geluid buiten, maar ik moet wat frisse lucht hebben. Anders krijg ik het aan mijn stem. Dat is ook niet leuk. Niemand. Mooi. Waar gaan wij naartoe? Naar links. Hier zo. Want je mag niet rechts en je mag niet rechtdoor. Juist. Tenzij je op de fiets zit natuurlijk. Dan mag het weer wel. Weer een prutstraatje en dan hier weer naar rechts. Want je mag niet naar links. Dat is wel jammer. Maar dat is niet erg. Verder. Hier hebben we eens eerder gereden volgens mij. Nee, ik heb hier volgens mij eerder gereden. Toen ik nog bij de pakkettendienst zat. Een heleboel verf mogen bezorgen. Heb ik niet iets tegen kriebelhoed? Nee. Een voorrangsweg. Dus dan heb je voorrang. Moet je dan remmen? Nee. Toch doen. Dan keer naar rechts. En hoe neem jij die bocht? Krap of ruim? Nou. Precies goed. Kijk. Geen pizzatjes, nee. Niks. Mooi. Zijn we hier allemaal aan het uitspoken? Geen idee. Mevrouw met de bakfiets die met het 2OP over, dus heeft geen voorrang. Nee. Helaas. Voor deze dame. Had ze maar af moeten stappen. Dan heeft ze een fiets in de hand. En een spookrijd en iemand zonder licht. Ook handig, maar goed. Afstappen en dan heb je de fiets aan de hand en dan ben je een voetganger geworden. Nog iemand met een stuk lampje en deze ook al. Invasie van de fietsers met stukken lampjes. Maar wel gelukkig met een mondkapje op. Terwijl het aangetoond is dat mondkapjes buiten juist slecht zijn. Mondkapjes zijn voor binnen. Juist. Want als een mondkapje nat wordt, dan werkt het niet meer. Helaas. Maar goed. Dat terzijde. Want waar gaan wij nu naartoe?
Nou, helemaal nergens, want we gaan remmen. Ja, ja. Lekker zo. Hoe lang zijn we al onderweg? Nou, meer dan een half uur, bijna drie kwartier. Kijk. Lakshops Labara. Ja, ja. Het is nou weer een lakshop. Geen idee. Zijn ze wel naakt daar verkopen? Ja, dat dan. Een trammetje. Die gaat naar Den Haag Centraal. Oké, dus als je de weg kwijt bent, kan je de rails aan deze kant op volgen. En dan kan je daar tenminste kijken waar je bent. Want Den Haag Centraal is natuurlijk ook weer zo'n knooppunt van bekendheden. Maar dan moet je niet Den Haag Centraal in willen rijden met de auto, want dat mag niet. Juist. Weer een rotonde. Waar gaan wij naartoe? Huppatee. Huppatee. Rechtsaf. Geen stoute fietsertjes, helemaal goed. Hier weer remmen, want het is een 30 kilometer zone. Ja, ja. Ting. Lak af. Hier links, oké. Nog een keer richting Antwerp. De UB. UB 40. Dat was ooit een muziekgroep volgens mij. Huppatee. Wat is deze man aan het doen met zijn gele hesje? Dankjewel. Ja, jij ook. Bedankt. Nog maar door. Ja? Helemaal goed. Zijn we nu weer aanbeland? Ik heb geen idee. Ik ken het hier niet in het donker. Megastores. Oké. Nou, stel nou, je bent mega mini en je gaat naar de winkel. Moet je naar de megastore? Goeie vraag voor de kijkers, denk ik. En hoe gaan we nu weer rijden? Nou, wel netjes rechts, moet ik zeggen. Op deze anderhalfbaansweg. Rechtsaf, oké. Netjes richting aangeven. Netjes voorsorteren. Drie keer goed, zou ik zeggen. Want je houdt ook netjes afstand van je voorganger. Zo te zien aan het lampje in, onder jouw eigen lampjes. Maar dit zie je niet waarschijnlijk op het beeld. Vlak onder het middenlicht, het remlicht, is er nog een ander remlicht te zien van iemand anders door de ruit heen. Maar misschien zie je dat net niet op die camera. Ik denk het niet. Nee, dat kun je net niet zien. Dat is wel jammer. Het schijnt net precies tussen de rugleuningen van de achterbank en het remlicht in. Precies op mijn ooghoogte en ik zit iets hoger dan die camera. Juist. Mogen we al? Nee? Jammer. Maar waarom heeft Dr. Piet Ecstasy in zijn nummerbord zitten? Mag dat? Ja. Maar Ecstasy en Ecstasy klinkt hetzelfde, maar is niet hetzelfde. Ja, ze willen daar niet doorrijden, dus dan moeten ze weer opnieuw wachten.
Tot het licht weer groen is. Nog iemand zonder licht. Zonder voorlicht, zonder achterlicht. Dat is een invasie natuurlijk. En je hebt van die fietsers, die hebben van die enorme koplampen, daar zie je helemaal niks meer van als die op je afkomen. Ja, dat is het andere uiterste. Maar ja. Wie zal het zeggen? Geen idee wie het zal zeggen. Misschien zeg ik het zelf wel. Dat het handiger is met licht, dan maar verblindend. Dan geen licht, want dan zie je ook niks. Maar met een verblindend licht weet je tenminste dat er iemand is. En zonder licht, ja, rijdt er nou wel iemand of juist niet, want ze hebben allebei geen licht. Maar ja, als je dus iets ziet dat er niet is, of iets niet ziet wat er wel is, dat maakt natuurlijk verschil. Maar je moet eigenlijk zien dat er niets is. Juist, mogen weer rijden. Fijn. Kijk, even kijken. Jij neemt heel strak de stoep. En weer op rood. Strak de stoep, ik bedoel straks langs de kant. Dat scheelt ook weer. Ja, hou maar. Centrumring S100 MCH Westeinde. Juist, maar heb je ook het westbegin? Dat zou misschien linksaf zijn. Wie zal het zeggen? En wat is deze vrouw aan het doen? Op de fiets wachten met haar mobieltje spelen natuurlijk. En kijken waar ze wel naartoe moet, want het klopt niet. Nee. Er zijn genoeg fietsertjes en voetzangertjes en brommertjes en scootertjes, et cetera. Maar ja. Dat helpt natuurlijk niet om hier te gaan wachten op die kruising. Ja, ja. Ja, Bremhoog. Kijk. Ik wil uiterst rechts. Ja, ja. En dan weer wachten. Ik doe dit raam dicht en het andere ietsje open, misschien helpt dat wel. Wie zal het zeggen? Ik hoop dat dit gewoon helpt. Hè. Ja, ja. Rood licht, rode remlichten. Rood betekent gevaar. Groen is veilig. Als je nou je remlichten uitdoet en zet je groene licht aan, dan weet je dat het veilig is om door te rijden. Maar die mogen niet, want het lijkt te veel op wit licht. Ja, rijden maar. Goed, zang. Hard gereden dat je hier even mag wachten voor het rode licht. Ik zou niet voor groen gaan wachten, nee. Mm-hmm. Toch wel raar dat er mensen met mondkapjes buiten lopen. Dan kan het zijn dat je mondkapje nat wordt en dan werkt het niet meer. Helaas. Tenzij je om hele andere redenen een mondkapje draagt. Als je bijvoorbeeld een bank wil overvallen, dan word je ook niet herkend met mondkapje.
Hier remmen van groen. Oeh, die gaat nog even gauw rechts voor dat scootertje langs. Dat is niet goed opletten. Echt vlak daarvoor. Dat scootertje moest remmen. Hier een scootertje dat illegaal de weg oversteekt. Dat mag ook niet, maar dat is het andere uiterste. Misschien is het wel een driewegskruising. Heel interessante. Je mag hier alleen rechtdoor. Ja, ja. Een busje. Busje 51 zo te zien. Maar zijn er wel 51 bussen? Dat vraag ik mij af. En waar zijn wij nu weer aanbeland? Geen idee. Ja. Caraca? Wat is Caraca nou weer? Ik kan niet weten. Maar als je Caraca wil, dan is het hier verkrijgbaar. En zo broodjes Caraca misschien. Dat zou lekker zijn. Hoop ik toch. Die wil rechtsaf. Moet wachten voor de fietsertjes. Waarom ga jij naar links? Dan ga ik ook naar links. Omdat het busje daar is natuurlijk. Maar dan ben je te vroeg naar links gegaan. Gaan jullie weer naar rechts dan? Juist. Voor het busje weer naar rechts. Helemaal goed. Dames en heren, blijven we daar even wachten. Deze hele rare rotonde. Met die verblindende lichten voor je. Even zo. 1,5 meter. Ja, ja. Ga weg als het te druk is. Maar als het nou iedereen wel wil, wat dan? Dan kunnen we niet meer weg. Mag het busje rechts inhalen? Ja, want dat is een gescheiden rijstrook. Met blokmarkering. Kijk, en wij mogen ook al. Dat is weer een hele rare rijrichting zo. Wat nu weer? Ja, kom maar. Huppatee, linksaf. Ga maar langs, helemaal goed. Nou, oké, niet. Nou, prima. Rechts, recht doorrijden. Mooi. Oké. Helemaal goed. Dat was even spannend. En gewoon, dan doorrijden maar. Juist. Kom maar, allemaal tegelijk. Ja, goed zo. Je houdt netjes de rechter rijstrook aan. Dat is de rechterkant van de rijstrook. En je geeft niks aan? Ja, toch wel. Oké. Dan rechtdoor en rechtsaf. Als je voor rechtsaf voorgesorteerd staat, mag je dan toch rechtdoor? Ik denk het niet. Weer rood. Nu weer groen, kijk. Dat scheelt weer. Een E-kwartiertje. Dat is een E-kwartier en hoe lang duurt dat? Ik weet dat een kwartier 15 minuten is, maar wat is een E-kwartier? Geen idee. Een oranje en rood. Kijk, dat gaat wel snel. Van oranje naar rood. Volgens mij moet daar vier seconden tussen zitten. Van groen naar oranje, dan 4 seconden op oranje en dan pas rood.
En niet groen, oranje, 1 seconde, dan meteen rood. Want dan heb je niet genoeg tijd om stil te staan of om door te rijden. Nee, maar goed, rood duurt niet zo lang, dat scheelt ook weer. Zo. Op naar het volgende rode licht. En dat wordt groen, dat scheelt weer. Huppatee. Weer terug naar rechts, oké. Ik ga met je mee. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Nee, want ik ga niet naar Zandvoort aan de zee, maar jij mag het wel. Aha. Juist. En nu, u rijdt helemaal niet, zou ik zien op dat bord. Ik zie wel dat je gaat remmen voor dit rode verkeerslicht. Heb je ook groene verkeerslichten? Ja, die zijn er ook. Maar daar hoef je niet voor te stoppen. Kijk, hier hebben we een groen verkeerslicht. Ja, een rood stoplicht en een groen stoplicht. Nee, groen zijn doorrijlichten natuurlijk. Dit weer pruts zigzagstaartje. Dus ja. Aha. Links een tramrail, rechts een fietspad. En nog daarnaast weer parkeerplekken. Dat wordt het hier niet overzichtelijker van. Mm-hmm. Juist. Ring S200 en de ring S100. En de S103. Ligt aan waar je naartoe wil. Ja, ja. Bijna een uur onderweg. En we zijn er nog niet. Nog langer niet. Nee, heel lang nog niet. Een uur lang niet. Scheelt ook weer. Maar waarom hier het dichtrood en daar het dichtrood? Oh, deze springt op groen. Dat is mooi. Rekening houden met fietsertje, heel goed. En weer trots op je, dat scheelt. Ben je vast wel blij mee dat ik trots op je ben. Als het maar gepaste trots is natuurlijk, hè. Ongepaste trots, daar word je niet vrolijker van. Ik weet trouwens niet wat het is, ongepaste trots. Weer rood, hier weer naar links. Het licht is toch, moet je hier naar links of daar naar links? Bij de verkeerslichten. Hier bij de verkeerslichten, uiteraard. Juist. Dan lekker muziekje, eventjes onderweg. Met je golfauto. Ja, ja. Een zeer vriendelijk kind, zo te zien in het kenteken. Ja, ja. Maar ik weet nog steeds niet waar ik ben. De S200 op zo te zien. Is dat een centrumring of wat? En weer een trammetje. Dat gaat naar Wateringen. Maar waar is Wateringen? Nou, waar het water in ringetjes zit natuurlijk. Maar dat klopt niet, denk ik. Juist. Wie het weet, mag wat zeggen. En waar ga jij heen? Nou, ik ga naar links, net als jij. Rechtdoor mag doorrijden, maar wij niet, want wij hebben rood. Roodlichten, ja, roodlichten. De Duitsers weten het wel, dat roodlicht. Ja, goed, nou goed, we hebben nu groen. Dat scheelt weer.
Dat scheelt aanmerkelijk, zoals ik wel vaker zou plachten te zeggen. En dan hier weer naar rechts. Jij je zin. Misschien moet ik straks nog eventjes naar de supermarkt wat dropjes halen, want dat gaat anders helemaal niet goed. Oh, wat een mooie kerstverlichting. En het is nog geen kerst. Wat gaan wij nu doen? Waarom sta jij zo ver naar links? Geen idee. Moet ik hier nu langzamer rijden dat jullie dit goed kunnen zien? Nou, helemaal goed. Oh, wauw. Het heeft wel iets. Kunnen ze dat niet het hele jaar door doen? Dat was zo vrolijk zijn. Hier is dat minder, maar ook wel vrolijk. Best lekker, eigenlijk. Nou, Chinees restaurant natuurlijk. Vandaar. Hobbeltje, hobbeltje, hobbeltje. Fopje, dan moet iedereen voorrang hebben. Je moet het maar kunnen zien dat hier een fop is. Maar dat zie je natuurlijk aan het verkeersbord. Dat aangeeft dat het een fop is. Niemand van rechts? Nee, mooi. Mogen we doorrijden. Het is aanmerkelijk lelijk. Beetje geel-wit licht met blauwe lampjes erin knipperend. Ook leuk. Ik stel voor dat we alle straatverlichting vervangen door feestverlichting. Dan wordt iedereen wat vrolijker, hoop ik toch. Hier weer naar rechts uit de 30 kilometer zone. Wachtend op het groene licht. Dat wij groen krijgen. Ja, maar de voetgangers hebben dat ook. En waarom neem jij die bocht zo ruim? Waarschijnlijk omdat je het nog moet leren. Juist, ja. En dan weer deze kant op. Een ei. Als je een ei wil, moet je rechtdoor. Ja, ja. Je gaat lekker in het midden rijden van deze baan, in plaats van helemaal rechts. Langs de fietspad, zeg maar. Ja, ja. Oké. Weer een rood verkeerslicht. Dan kun je weer wachten. Juist. Streep op de weg kruisen, afgekruist, weet ik het allemaal. Waar zijn we nu weer aanbeland? Een museum. Oké. Maar welke kant is dat museum? Dat staat hier links van mij. En daar is A4, A12, A13. Ring S200. Allemaal naar links. Maar daar gaan wij niet naartoe. Want wij gaan immer geradeaus.
Juist. Fietsertjes ontwijken. Ga weg als het te druk is. Waar denk je dat ik mee bezig ben? Met weggaan, maar ik kom nergens. Juist. En weer remmen voor het rode licht. Dat nu op groen is gesprongen. Dus dan mogen we doorrijden. Daar is hier rechtsaf. Dan moet je wel even oppassen voor fietsertjes, et cetera. Die voorrang hebben. Gewoon lekker de pas afsnijden. Ja, karma, goed zo. En weer die bocht zo ruim nemen. Geen fietsertjes? Jawel, een fietsertje. Maar die heeft het rode licht. Dat is mooi. En weer door. Een busje. Mag het busje eerst? Nou, het busje geeft niks aan. Dus het busje mag dan lekker blijven wachten. Helemaal goed. Allemachtig, prachtig. Het busje staat er nog steeds. Wat is dit hier? Daar hou ik niet van. Verkeersversmallingen. Allemaal naar links. Ja, ja, maar als je al links rijdt, moet je dan naar rechts? Nee, dus. Kijk, dit is ook een leuk bord. Verboden voor rode auto's om zwarte auto's in te halen. Maar dit bord geldt ook voor andere kleuren auto's. Dan heb ik een onderbord op moeten zetten. Geldt ook voor andere kleuren. Juist, ja. Oké, we mogen weer. Ja, jij ook. Toen maar. Met 30 kilometer per uur voor het rode verkeerslicht wachten. Ja, nou. Hoe moeten we dat doen? 28.9 tot 27.11, werkzaamheden Valkenbosplein. Maar wie is hier aan het werk? Nou, deze weg is dicht. Nou, dat wisten we al. Ja. Want er staat hier zo'n verdrijvingsauto. Hoe noem je dat? Met pijl en al te knipperen. Ja, nou, mij betreft, als jullie er allemaal weg zijn, dan wil ik wel door kunnen rijden. Dat zou leuk zijn. Is het nog steeds niet groen? Dat is jammer. Ja, jullie mogen door. Mogen wij dat ook, denk ik toch. Helemaal goed, kom maar. Ja, goed zo. Ja. Snel doorrijden voordat het op rood springt. Rechts is het al rood, maar daar mag je niet in. We gaan hier toch rechtsaf? Oké. Juist. Weer rechts. En weer links. Huppatee. Ja. Dan sta ik op de...
parkeren op de tramrails. Daar wil ik niet staan. Het is wel een hele onduidelijke verkeerssituatie zo. Rijden maar, heel snel. Dan die rails af, helemaal goed. Het was even eng. Gelukkig kwam er geen tram aan. Dat was creepy. Een creepy gevoel, zeg maar. Oké, en vier remmen, waarvoor? Voor de ME natuurlijk. De ME is rechtsaf. Ik weet niet waar je allemaal geweest bent, maar dat zullen we straks wel zien. En een uur en een kwartier onderweg. Een rotonde. Ja, ja. Overal en nergens zijn rotondes te vinden. Maar rond is deze rotonde niet. Maar goed, richting geven, rotonde verlaten. Ja, ja. Ik zou denken, het is een doorgaande weg, maar toch is het een rotonde. Een langwerpige rotonde. Daar zijn we nu weer, een tankstation. Oh, wat is het? Ja, omheen een tankstation. Wat vissen te worden, dus ik doe zo dat raam wel dicht. Hoop ik dat mijn stem goed blijft. Juist, ja. En wat nu weer? Waar zijn wij aanbeland? Nou, op de weg. Maar waar naartoe? Geen idee meer. Nou, het is keer, we staan dan verder weer op rood. Dat is onveilig om door te rijden. Juist, ja. Maar hoe zit jij aan het rijden? Jij rijdt een beetje in het midden. Oké. Je mag ook rechts gaan staan, maar dat doe je niet. Je gaat rechts uit het rij staan in de linkerkant van het rechtsgedeelte. Dat klinkt goed. Tussen laten. Daar hou ik niet zo van. Dan kan ik jou moeilijker zien. Gelukkig kan ik jouw lesbord wel zien door die ruit. Maar ik kan jou niet zien. Dat is wel minder. Dus weet ik ook niet of je richting aangeeft, rechts of links. Deze bullebak zit ertussen. Volgens mij zit je nu aan het remmen. Ja.
scheelt, ja. Wille bak er tussenuit. Dus de volgende keer nou gewoon een sleepkabel nemen. Tussen deze twee wagens. En iemand wil ertussen. Nou, dan heeft hij pech. Zou ik denken. Mag dat? Eigenlijk wel. Een lesauto die een andere auto sleept. Tijdens het lessen. Goeie vraag. Dan had je wel tenminste 5 meter afstand. En niemand mag ertussen. Als ze ertussen gaan, krijgen ze een touw tegen het wagen aan. En dat schiet natuurlijk niet op. Ja, ja. Bocht netjes nemen, helemaal goed. Wat moet dat hier tussen? Dat schiet niet op. Ga je ook even doorrijden dan? Tussen het rammer. Met die ster in je wagen. Dan kan ik het niet goed zien. Gelukkig hebben we een rood verkeerslicht. Een dubbele zo te zien. Meneer gaat rechts. Helemaal goed. Dan ga ik lekker achter jou staan. Haha. Ga groen, kom maar. Helemaal goed. Ja, daar ben je dan met je ster. Dat schiet natuurlijk niet echt heel veel op. Een buslijntaxi. Een bus, een lijn, een plus en een taxi. Mag je in een plus rijden? Als je een plusauto hebt, mag je daar dan ook rijden? Bus, een lijn, plus, taxi. Hier weer, een bus en een lijn, plus en een taxi. Maar hoe moet je in een lijn rijden? Dat snap ik niet. Ik heb een plus in mijn auto, dan mag ik daar toch ook rijden? Nee, helaas. Zo denken ze er niet over. Hier weer rechtsaf? Oké. Nee, toch niet. Rechtdoor, maar wel rechterbaan. Oké. Kom maar. Goed zo. Waar rijden we eigenlijk naartoe? En waar vandaan? Want 's nachts lijkt alles op elkaar. Weet ik het niet meer. Het rood verkeerslicht, dus wat snelheid minderen. WS. Waarschijnlijk moet je daar naartoe. En groen, lekker doorrijden. Oh, Moerwijk zo te zien, of niet? Waren we hier niet net ook al? Die oranje dingen, ja, Moerwijk. Ik vind er geen moer aan deze wijk. Nee. Helaas. Ja, ja. En toen. WS. De Wegastoors? Nee, dat kan niet. En hier rechtsaf. Oké, okay. Gaan we helemaal naartoe dan. Ja, gelukkig is het hier rechtsaf gratis, omdat het groen is. Huppatee, huppatee, huppatee. En weer die bocht zo ruim nemen. Maar ja, jij moet nog leren.
brandt daar aan? Geen idee, maar het is niet heel erg lekker. Aangebrand etensluchtje. Nee, voetgangertjes, nee. Mooi fietsertjes ook niet. Nee, mooi. Helemaal goed. Bah, wat een vieze aangebrande etenslucht. Doe ik wel even tranen nog op. Volgens mij aangebrande aardappelen. Bah. U rijdt 21. 20. U rijdt niets. 21. 20. 21. Ja, ja. Snel in de lager dan 20 registreren ze niet, want dan rijd je te langzaam. Mm-hmm. Juist, ja. Waar zijn we nu weer aanbeland? We hebben hier linksaf, oké. Niemand links, niemand rechts, niemand rechtdoor. Netjes ruim die bocht nemen. Kijk. Autootje zonder echte lampjes erin. Alleen met stadslichtjes. Hier mag je twee richtingen op. Oké. Okay. Dat is wel heel krap dan. Ja, ja. Toe dan? Geen idee. Kruising komt er niks aan. Ik zie geen lampjes. Ja, nou, lampjes. Van de auto's dan. Ja, achter mij, ja. Die gaat naar links. Ook leuk, die druppeltjes zo gedaan. Aan de rechterkant. Een verkeerstegenligger. Maar ik kan nergens naartoe. Ik ga wel linksaf hier, oké. Okay. Ja, ja. Wat ga jij doen? Naar de kruising blokkeren of wat? Rij maar door, doe maar. Move met die ossenwagen. Dan een beetje doorrijdt. Dan kunnen wij naar links. Ja. Helemaal goed. Iedereen blij. Niks van rechts, niks van links. Niks kan niet, want dan rijd jij al. Rechts kan niet, want dan rijdt die andere en doet naartoe. Hobbel, hobbel, hobbel. Hobbel. Einde 30. Nou, wel een voorrangskruising, maar wij geen voorrang hebben. Dat is wel jammer. En wat is dit voor een knipper hier? Geen idee. Knipper, knipper, knipper. Komt er geen niks aan? Nee, hier staat wat. Daar komt niks aan. Fietsertje. Gelukkig was ik al op de kruising, dus dan ga ik er best versneld van af. Hier weer naar links. Rij maar door. Doe maar. Goed zo, grote jongen. Hier lekker naar links. Eén richtingsverkeer. Je geen tegenliggers te verwachten. Ook geen fietsers, want die mogen hier niet komen. Dat heb je pech opeens. Dat is raar. Dat je zomaar uit het niets pech hebt. Ik ook pech. Zo. En toen.
Wat hebben we hier? Kan dat erop? KP. Ja, KP. Oké, daar ben je weer. Gezellig. Dan doe ik het stop. Huppatee.